Nederland wil verduurzamen op het gebied van energie. Dat vraagt om duurzame bronnen en een andere aanpak, thuis en in de industrie. Het zorgt voor veel uitdagingen waar we nog niet alle antwoorden op hebben. Ameland gaat deze uitdagingen graag aan. Van harte welkom hier op Ameland. Mijn naam is Jacqueline van Druten en ik mag vanochtend uw gastvrouw zijn. Want vandaag wordt de volgende stap gezet in de verdere verduurzaming van de energievoorziening op het eiland. Tegenover mij zit burgemeester Albert de Hoop. Hij is burgemeester en tevens initiatiefnemer van het convenant Duurzaam Ameland. Tja, Ameland en duurzame energie, dat is toch een bijzondere combi voor veel mensen. Want waarom nou Ameland en waarom die koplopersambitie? Elders aan de vaste wal loop je altijd met gebieden die weer interferentie hebben met de omgeving. Op een manier die wat moeilijker afsluitbaar is. Je kunt er heel moeilijk een hek omheen zetten. Hier om het eiland staat een natuurlijk hek, dat is het water. En daardoor is het veel beter behapbaar om te kunnen in een klein te kunnen bekijken van wat doet zo'n microsfeer als een gemeenschap op Ameland. Wat doet dat allemaal met energiegebruik en verbruik en bezuiniging en innovatie? En alles wat je hier dan aan ideeën opdoet, kun je ook weer extrapoleren in het groot naar de rest van de wereld. Ja, en waarom nog meer? Ja, omdat we een bijdrage willen leveren aan het klimaatakkoord tegen de opwarming van de aarde. Omdat we een verantwoordelijkheid hebben, vind ik persoonlijk in elk geval als mens, dat we voor onze kinderen en kleinkinderen deze aardbol op een goede manier moeten overdragen. En daar hebben we een opgave in te doen. En het grappige is, dat kunnen we ook gewoon. We hebben de techniek om het te doen. En dat heb ik vanochtend op de radio gezegd. Ja, als je het kunt doen, dan moet je het ook vooral niet laten. Moet je het gewoon doen. Ik wil u graag als eerste uitnodigen om uw handtekening op deze maquette te zetten. En daar links ziet u een pen. Nou, heel mooi. En dan mag Erik van Herel namens Eneco naar voren komen om zijn handtekening te zetten. En dan krijgen we Flip van Kooten van Gastella. U bent de volgende. Gastella die doet al vanaf het eerste uur mee, net als Eneco overigens ook. Jan-Jaap Auwe, de nieuwe partner namens de Hanze Hogeschool Groningen Entrance. Ook aan u wordt de vraag gesteld om uw handtekening. Dan krijgen we Harold Veldkamp van Liander. Heel mooi. Ante Frens van NAM, ik ben de volgende. Philips, even kijken. Ah, ja. Heel mooi, dankjewel. En als last best, TNO, René Hoijven. Een applaus, heel goed. En deze maquette, hè, die dient als praatplaat, om het maar even plat te zeggen, om het innovatieve energienet samen met de inwoners te gaan inkleuren. Wat wij hier op het eiland nu doen, in die discussies, is wat kan, wat kun je? Nou, en er kan heel veel. Voor nu in ieder geval. Dank voor uw aandacht en het wordt vervolgd.